Yo kijkers van Cycling Games, welkom bij vandaag weer een nieuwe video. Vandaag zijn we in Stijn voor de omloop van de Maasvallei, een van de mooiste klassiekers van het land voor nieuwelingen en junioren. De klassieker begint met een neutralisatie van 5 kilometer, waarop op een lokale ronde komen van 10 kilometer die 8 keer afgelegd moet worden. In die ronde zitten de Snijdersberg en de Maasberg. De Snijdersberg dat is een korte maar steile beklimming en de Maasberg is nog korter, maar die heeft wel kasseitjes erin. Het zal ongetwijfeld een zware koers worden zoals ieder jaar, vooral voor de niet-klimmers in het peloton zoals ik. Mijn doel is vandaag waarom ook om uit te rijden en niet meer dan dat. Ik heb het gevoel dat het er wel in moet zitten, want de benen hebben de afgelopen week goed gevoeld op training. Dus we gaan alles op alles zetten om deze koers uit te rijden. De hoge temperaturen zullen deze koers nog zwaarder maken. Kamer onder het zadel die zit op de fiets van Mike Bronswijk en hoop dat hij betere klimmersbenen heeft dan ik. De kamer onder het stuur, ja, die zit gewoon bij mij. Veel kijkplezier allemaal! Snijdersberg zijn twee mannen er vandoor gegaan, Joost Brinkman en Joep de Vos. Op de eerste doorkomst van de Maasberg hebben zij 30 seconden voorsprong op het peloton, waar ik nog bij zat. Ik ben de Snijdersberg eigenlijk vrij goed overgekomen, als iets van 30ste kwam ik boven. Het eerste stuk van de Maasberg ging ook goed. Hier zien we Lars Roevaar en Mike Bronswijk op kop van het peloton. Ik kom er ietsje verder op aan, ongeveer 35e positie, maar dat is niet goed wat er met mijn hand is, want ik sta daar in de achtergrond. Ik heb namelijk voor de zoveelste keer dit seizoen lek gereden. Na mijn wielwissel lag ik al 2,5 minuut achter en aangezien je maar 3 minuten achter mocht komen, betekent dat al heel snel voor mij einde koers.
Bovenop de Maasweg zien we dat Joep de Vos en Joost Brinkman ingelopen zijn. Sian Uiterbroek, de Belgische kampioen, heeft een kleine voorsprong. Maar dat lijkt niks te gaan worden aangezien het peloton dat nog een mannetje of 60 is, weer een lange vallei heeft om dat kleine gaatje van 2 seconden dicht te rijden. Halfweg koers zien we dat Sian Uiterbroeks nog steeds alleen aan de lijn ligt. Hij heeft het kleine gaatje kunnen uitbreiden dat hij had de vorige ronde. Hij heeft inmiddels al zo'n 40 seconden voorsprong op het peloton. In het peloton zien we dat Mike Bronswijk, bij wie de camera inmiddels is uitgevallen, het tempo probeert omhoog te jagen. Want hij realiseert zich dat als niemand wat doet, dat het een verloren zaak is. Met nog 2 rondes te gaan is Sian Uiterbroek bezig met een heel straf nummertje. In zijn eentje heeft hij 1:10 voorsprong gepakt op het peloton. Herbert Dijkstra zou zeggen, ga maar eens 1:10 langs de kant van de weg staan. Dat is lang hoor, hier komt het peloton pas. Mike Bronswijk doet nog wat hij kan, maar het lijkt een verloren zaak. Sian Uiterbroek, de Belgisch kampioen, lijkt het te gaan redden en de omloop van de Maasvlei 2019 op zijn naam te schrijven. Bij het ingaan van de laatste ronde heeft Sian Uiterbroek zijn voorsprong alleen maar uitgebreid. Hij heeft nu 1:20 voorsprong op het peloton waar Joep de Vos het tempo bepaalt. Zoals verwacht zit Sian Uiterbroek die als eerste boven komt op de Maasweg in de laatste ronde. Hij gaat een fenomenale solo hier afronden. Hier in Elso op de Maasweg met de overwinning. De Belgische kampioen troeft hier alle Nederlanders af en pakt de overwinning. Voor de tweede plek is het nog wel spannend. Een groepje van 6 renners heeft zich afgescheiden op de Snijdersberg. En zij gaan strijden om de tweede plek in de omloop van de Maasvallei. Net buiten het zicht van de vaste camera was het Rinder Buiten die tweede werd voor Max Mosmuller, Victor Hannes en Jesse Kramer. We zien hier ook de binnenkomst van Jordi van Huys voor Jules Nagegast en Remco Stam. De negende plek ging naar Lars Roefa en Lucas Jansen vervolledigde de top 10. 44 renners reden de omloop van de Maasvallei uit. De Cycling Games abonnees heb ik groot gemaakt. Mijn volgende koers is dan de Stryks kampioenschap en dan rijd ik via een criterium mezelf in vorm richting het NK tijdrijden en het NK weg. Mocht je het nou leuk vinden, vergeet dan niet even te liken en te abonneren en me te volgen op Instagram en alle andere kanalen, die staan in de beschrijving. Tot de volgende keer!